Onder de naam Kunst der Maasvallei wordt in het Museum Boijmans in Rotterdam een keurcollectie van kerkelijke kunstschatten uit de jaren 500 tot 1600 tentoongesteld. Bij de kostbare edelsmeetwerken is onder andere deze reliekschrijn. De prachtige kast is verrijkt met edelstenen en aan de lange zijden versierd met beeltenissen van de 12 apostelen. Zij werd vervaardigd in het midden van de 13e eeuw. Deze voorstelling siert de uit 1205 daterende reliekschrijn van Onze Lieve Vrouwe te Doornik. Uit 982 dateert deze ivoren boekband. De emailversiering is er in 1170 op aangebracht. Omstreeks het jaar 1000 werd deze band vervaardigd. De kunstenaars verwerkten hierin goud, email en edelstenen. Dit drieluik van Florin werd omstreeks 1200 gesmeed. Aan weerskanten van het reliekkruis zijn Maria en Johannes afgebeeld, op de zijluiken gevleugelde engelen. Sommige der beeldhouwwerken, zoals deze houten Christuskop, dateren uit de 11e eeuw. Bijzonder indrukwekkend is ook deze Christusfiguur, door een onbekend beeldhouwer omstreeks 1230 vervaardigd. Tot besluit enkele opnamen van de beroemde bronzen doopvont uit de Sint-Bartholomeuskerk in Luik, gegoten tussen 1107 en 1118.